We hebben toen ook zeer hard gemerkt dat er zoveel verschillende manieren zijn van te rouwen. Alle manieren van je verdriet te uiten zijn goed. Wat dat wel belangrijk is dat je verdriet uit. Als er met mijn broer iets zou gebeuren waardoor het hem niet meer zou zijn, ik zou eerst en vooral praten met mijn ouders, denk ik. Heel veel praten. Ook met mijn vrienden, want ik zou op dat moment echt niet alleen willen zijn en niet kunnen zijn. Als er iemand zou sterven die ik heel graag zie, dan denk ik dat ik er een liedje of een gedicht zou overschrijven. Dat zou wel helpen. En dan, ja, dan met mijn vrienden die een bandje hebben, dat liedje echt spelen en zingen. Al maar meer Europeanen kiezen voor een fietsvakantie. Ja, ik ben deze zomer van plan om met wat vrienden op fietsvakantie te gaan naar Frankrijk en dan s'avonds ons tentje opslagen. Wij hebben geen schrik van het slechte weer, dat is de uitdaging. Het is het amusement dat telt. Ik ben dus op fietsvakantie geweest met mijn ouders, 2 dagen naar Dardenne. En dat was echt stom, want het was echt heel hard aan het regenen en wij moesten zo langs het water fietsen. En er was echt mega veel wind. Ik vind fietsvakantie is best leuk, zeker als het mooi weer is en zo. Maar het is nogal vermoeiend en ik ben redelijk lui. Dus ik vind vooral de avonden leuk als het fietsen gedaan is.